super ingrijpend. Wat me dan wel bekruipt een beetje bij dit verhaal en wat u zegt. Suggereert u dan niet dat er enige vorm van schuld bij de mensen zelf ligt? Of dat ze het zelf hadden kunnen voorkomen als ze maar gezond hadden geleefd? En als je nou niet had gerookt, dan had je geen longkanker gekregen? Of is dat ook de pijnlijke boodschap van het verhaal? Nou, kijk, ik denk, en dat geldt ook voor, hè, er zit ook andere aspecten in dat artikeltje. Ik denk dat het zo weinig zin heeft om achteruit te kijken. Ja, dus schuld, ja, als je nou bijvoorbeeld naar roken kijkt, nicotine is het meest verslavende stofje van alle genotsmiddelen. Alle genotsmiddelen, ook van de, in vergelijking met heroïne of wat dan ook. Ja. Het is gewoon te koop. Dus dan legt u de verantwoordelijkheid niet per se bij de patiënt zelf, maar meer dus bij de bij bijvoorbeeld de politiek die dat dan moeilijker zou moeten maken om dat soort genotsmiddelen of dat soort, wat u zegt, een suikertax of een vettax. Ik geloof dat ook in jullie verkiezingsprogramma staat, hè? Ja. Nee, als nou een Amerikaanse president was die op een gegeven moment de meerderheid kreeg en gewoon zijn programma kon uitvoeren, dan lag er een ander preventieakkoord dan wat er nu ligt. Nu moeten we in een coalitiepartij, moeten wij dat een beetje in elkaar zien te sleutelen. Dus er is wel een omslag, vindt er plaats. En waarom? Omdat gezond leven levert zelf een fijn leven op, maar het geldt ook heel veel maatschappelijke kosten. Dus het is een hele belangrijke boodschap. Want even kort, VVD, Liberale Partij, houdt tegen dat er dwang komt. Ja, dat is de partij die daar het meest hapert. Die daar het meest zegt van jongens, rustig aan en we moeten toch niet aan die vrijheid van mensen komen. Mm. Nou vind ik dat mensen inderdaad vrij moeten kunnen kiezen. Maar je kunt ze wel verleiden. En als nou ergens een sturend instrument is, dan zijn dat belastingen. Dus wat ik zou willen, wat de ChristenUnie zou willen, is dat je het ongezonde, bijvoorbeeld een suikertax invoert, het ongezonde zwaarder belast, maar groente en fruit wat naar een laag B2-tarief, wat ons betreft 5% brengt. Dus dan stuur je, dan verleid je, dan moedig je aan om gezond te leven. En dat levert uiteindelijk heel veel winst voor onszelf op, maar ook voor ons als samenleving. Ja, een suikertax? Suikertax. Vleestax? En al die ChristenUnie stemmende kippenboeren, wat ga je ze beloven? Laten we beginnen met een suikertax. Dat werkt in Groot-Brittannië werkt dat heel goed. Ja? Dus daar zie je, het levert niet zoveel op. Waarom? Omdat die fabrikanten, die gaan vervolgens het suikergehalte aanpassen. Die zeggen, ik heb geen zin om zoveel belasting te betalen. Dus komen er gezondere producten. Dus doet precies wat je eigenlijk zou willen. Ja. Maar ik zit daar ook. Wat wij volgens mij nu over het hoofd zien is dat dit ook een hele goede aanleiding is om mensen zelf ook te laten zien van dit levert voordeel voor jou op. Exact. En dat is, ik vind het helemaal prima als je dat ondersteunt met tax en met allerlei maatregelen die het onaantrekkelijk maken om het te doen. Maar het is ook uiteindelijk, en ik wil het helemaal niet over schuldvragen hebben, want volgens mij heeft het helemaal geen zin. Hè. Laten we vooral vooruitkijken. En dit is een ziekte. Waarbij ik hoop dat er een vaccin komt en dat het ook werkt. Hè, dus dat zou strategie of scenario 1 maar zijn. Maar vaccins blijven hier, hè? Die zullen altijd weer komen. Ja. Of, althans, sorry, corona-achtige virussen zullen altijd onder zijn. Ja, maar goed, ze hoeven niet allemaal even virulent te zijn. Hè? Dus, maar stel, voor dit coronavirus en alle aanverwante virussen komt een vaccin. Nou, dan zijn we echt wel een beetje uit de problemen. Maar stel nou dat dat niet werkt. En er zijn natuurlijk nu steeds meer aanwijzingen voor dat dat misschien wel minder werkzaam zou kunnen zijn dan we allemaal hopen. Dan denk ik wel van, laten we dan een soort plan B hebben. Of laten we een scenario hebben waarbij we.